Je moet niet denken dat ik de fanfare word dirigeren, want dat kan ik niet. Deze fietsdag zit er weer op. Het is mooi geweest, ik zou graag iemand van fanfare, Tovido en Yes en de Ongevast even hier naar voren komen, die de in ontvangst kan nemen. Want die mannen denken, elk jaar als deze fietsdag afgelopen is, dan krijg je die leekhonden en dat voorzien bloemen en die denken dat wij dat ook de fietsdag organiseren, maar dat is niet zo. Dus we hebben wel besloten te zien dat de onkosten veel hoger zijn. Dus dit jaar geen onkosten. Dan de Rabobank is altijd onze sponsor geweest. En vorig jaar maakten ze in één keer €250 over. Ik dacht, ik hou €150 achter voor het jubileum van dit jaar. Maar dat bleek dat ze de laatste keer doen, want de winst was te weinig, dus we kregen niks meer. Maar Jacques Leijten die geeft ook elk jaar €200. En ik heb nog 6 jaar de leidtocht uitgezet en dat is ook altijd voor de vereniging, dat is ook €300. En daar hebben 347 mensen meegedaan, dat is €1388. En nu mag ik van alle, als jullie snel kunnen rekenen, weten hoe dat is. Voor Tovido, €510. €510. Voor Yes, die zit ook veel geld in, dat wil ik ook €510. En jullie allemaal op €510. En ik hoop dat jullie volgende keer allemaal weer terugkomen en dat we net zo mooi weer hebben als nu. Bedankt. Ja, het was een geweldige fietsdag. Ik heb zelf ook mee mogen doen, Theo. Hè. Koning Theo noem ik hem altijd op de fiets, want hij gaat als een speer. Ik heb eens een keer met hem mee mogen fietsen. Niet bij te houden, die mens. Hij gaat voor speer, als een speer en hij gaat nog voor goud. Theo, heel, heel erg hartelijk bedankt. Namens de andere 4 verenigingen hier. En natuurlijk hoort daarbij. Natuurlijk hoort daarbij. Wat een verrassing. Het is niet alleen ook die de emoties worden daar opgepakt. Maar de bloemen gaan naar Francine, maar voor jou. Kusjes van Bea, wie wil ze niet? En een geweldige. En een geweldige bierpakket. Theo, het was geweldig, je hebt het meer geweldig georganiseerd. Dankjewel.